Hallo reviewvrienden. Hoe is het met jullie? Met mij is het prima. Ja, weekendje voor de deur. Hoor je mij niet klagen hoor. Je hoort mij niet klagen. Weekendje voor de deur. Hoor je mij niet klagen. Mooie dagen. Zo. Alleen maar leuke dagen. Ja. Wat heeft er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we eens gaan kijken wat het is. Zijn jullie benieuwd? Ik ook. Ja. Ach, godverdamme. Dat is van het aloe vera met brokkies. Dat heb ik al een keer geproefd, maar oh, dit zijn met allemaal verschillende smaken met brokkies. Godverdamme. Vier verschillende smaken. Wat is het? Mokku mokku. Dat is toch met aloe vera? Wat ben ik nou gek? Er staat helemaal geen aloe vera op. Hier, mokku mokku kokosmaak. Met natta de coco. Ik snap het even niet meer. God, wat een kleine lettertjes. Even kijken. Natta de coco. Oden. Het is helemaal niet met aloe vera. Dit is passievrucht smaak met natta de coco. Natta de coco, is dat dan kokosmelk of zo? Mango smaak met natta de coco. Ik snap er helemaal geen ene moe van. Limonade met natte de coco. Uit Thailand komt dit. Ingrediënten water, natte de coco. Ah, dat is kokoswater inderdaad, met suiker en troep. En en allemaal E-nummers, daar komen die vieze brokjes van waarschijnlijk. Dat hele verhaal dat het met aloe vera te maken heeft, dat neem ik terug. Zo, ik heb het weer in mij genomen. Heeft geen ene reet met aloe vera te maken. Het heeft met natte de coco te maken. En natte de coco is kokoswater. Wat dan die gore brokjes mogen voorstellen, dat weet Jozef. In ieder geval, ik dacht dat het aloe vera was, maar het ziet er verschrikkelijk uit. Enfin, dit is kokosmaak met natte de coco. Dit is passievruchtensmaak met natte de coco en brokjes. Voordeel van passievrucht is dat het verschrikkelijk vies is. Passievrucht wordt vaak gebruikt als ze, dat snijden ze dan door de midden en leggen ze dan bij je, op je bord als een soort versierstukje. En dan één keer in zoveel tijd maak je een foutje en denk je toch, ik zuig de pitjes er even uit. Nou, een hele etentje helemaal naar de knoppen, je hebt nog nooit zo'n zure bakkers gehad. Dan hebben we hier, gadverdikke, watermeloensmaak. Met natte de coco. En hier dus inderdaad, mango-smaak met natte de coco. Ik ga heel even weer de ingrediëntenlijst induiken. Want ik snap heus wel dat je een spuitje met een smaakje erin doet. Spuitje met kleurstoffen. En wat gezuikerd kokosmelk. Klaar. Maar waar komen die gore brokjes dan vandaan? Wat zijn die gore brokjes dan? Waarom zou je überhaupt brokjes in drinken doen? De enige vloeistof die ik ken waar brokjes in zitten is kots. Geleermiddel. Gelangom. Zit erin. Gelangom. God, van mijn kraken van de kleine rotlettertjes. Kellan. Kleurstof. Kellangom. Kellangom. Het is Kellangom. Die brok is een Kellangom. Ik weet niet wat Kellangom is. Het is, ja, weet ik wel. Maar dat maakt dus die brokken. En dat vinden ze dus blijkbaar in Thailand. Vinden ze dat super lekker. Om iets te drinken waar ook zachte brokjes in je keel in glijden. Voor mij hoeft het niet. Geef het eerlijk toe. Ik vind het concept al smerig. En dat heet dan mokku mokku. Nou, ik zou het anders noemen dan mokku mokku. Ik zou het noemen. Ja. Nee, misschien is dit wat Thais voor. God, zal maar raken. Nou, laten we maar weer beginnen. Natte de coco met kokosmaak. Dus daar hebben ze niks bij hoeven te pleuren. Ik ruik niet eens kokosmaak. Die brokjes, die zijn harder dan ik had verwacht. Je verwacht dat die brokjes gewoon lekker meeglijden. Want die brokjes kan je gewoon kauwen. Wie heeft die bedacht, joh? Ken je dat je in de zomer door de Noordzee loopt en dan is het kwallen weer. En voordat die grote kwallen komen, weet je wel, die prikken, heb je allemaal van die kleine balletjes, die kleine kwalletjes. Lijkt net of je een slok neemt met kleine kwalletjes.
Hier. Enorme brok, hier. Is gewoon iets keihard. Hoor je dat? En dat is dus gewoon gom. Het is heel smerig. Dan vraag je je af, nou, natte de coco, kokosmelk. Dit is dan kokosmaak. Dat smaakt heel erg naar kokos. En het antwoord erop is nee. Dat is heel raar. Het smaakt dus niet heel erg naar kokos. Terwijl de meeste dingen die naar kokos zouden moeten smaken, veel te erg naar kokos smaakt. En deze smaakt eigenlijk een beetje bitter. Een beetje vies. Niet zeggend. Een beetje gore smaak. Heeft niks met kokos te maken. Nou, lekker. Gaan we naar passievrucht. Nou, dat kennen we al. Veel te zuur met die vieze pitjes. Ruiken. Mokku mokku. Ja, nou, de passievruchtgeur komt je tegemoet. Liever gezegd. Ik zie bijna niks meer. Het zicht is uit mijn ogen geslagen door de geur. Ik ben er weer. Proeven. Nou. De passievis. Alsof ik een accu aan het leegzuipen ben. Alleen dat een van de idioot brokjes in die accu heeft gedaan. Het is heel zuur. Het is heel passievrucht. En heel veel brokjes. Nou, hier zit zoveel brokjes in. Dit begint bijna op vast voedsel te lijken. Vies, ja. Passievrucht, zuur. Maar hier zit smaak aan. Het is anders dan deze. Beetje dikkere, beetje bittere derry met brokjes. Ja, dit is passievrucht met brokjes. Niet lekker, maar wel smaak. Zeg geen smaak. Watermeloen met brokjes. Nou, je kan me heel veel vertellen, maar watermeloen is lekker als watermeloen. Maar als smaak in iets, vind ik niet lekker. Ik ruik niks. Ja. God, een enorm brok. Oh. Gadverdamme. De watermeloen smaakt eigenlijk helemaal niet zo heel erg naar watermeloen. Ver in de vetten. Als ik mijn watermeloen zo zou smaken, dan zou ik zeggen, deze watermeloen heeft weinig smaak. Het is allemaal wel. De watermeloen smaak is weinig smaakvol, maar de watermeloen smaak is in ieder geval tot nu toe de lekkerste smaak. Ik had alleen bij de eerste slok zo'n grote blok dat ik bijna stikte. En die brokken die zijn, dit is gewoon smerig. Het is gewoon niet lekker. De laatste mango smaak. Mango vind ik vaak lekker. Ja, het is een chemische smaak. Het is een beetje een medicinale smaak. Maar het kan heel lekker zijn. En koud is het heel erg vies. Het kan ook heel erg vies zijn. Dat kan natuurlijk ook. Nou, deze is natuurlijk al heel erg vies. Omdat er brokjes in zitten. Dus dat is simpel. Ja, ik snap zo langzamerhand wel waarom die Thaise mensen allemaal zo kijken. Zo, dat is... En dan zeggen ze, ja, ze hebben spleten ogen. Nou, ik denk dat ze allemaal een slokje mokkie mokkie hebben genomen. En dat van die brokjes in de mond. En doen zo. Dit zou je als racisme kunnen bestempelen, maar ook als een leuk grapje. Mango. Helemaal vol. Ja. Hier. En als dat er nou een brokje mango zijn, dan zou ik nog zeggen, ja, leuk. Maar dat is het dus niet. Het is galangom. Het is ook helemaal niet lekker. Nou. Ik vind de mango smaak wel lekker. Het is gewoon een lekkere mango smaak. De smaken zijn, nou deze, dat is dan wat troep, die zijn best gedistingueerd. Het is niet te erg. Het smaakt er ook echt naar. Het is soft, het is zacht. Het zou best lekker kunnen zijn als het gewoon koud was en je het kon drinken zonder dat er de hele tijd hele grote brokken galangom in je strot terechtkomen. Tijd voor de cijfertjes! En de cijfertjes worden niet best, want het is een verschrikkelijk product. Kijk, dat je iets maakt met harde brokjes erin, je bent gewoon gek. Je bent gewoon knettergek. Dat je dat maakt van natte de coco, prima. Ja, moet er ook gebruikt worden, natte de coco. Dan maak je dus ook een kokosmaak en die smaakt dan niet naar coco. Dan ben je gewoon een doeber. Dan krijg je gewoon van mij een 2. Passievruchtsmaak smaakt veel meer naar iets dan dat, want dit smaakt naar niks. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Passievrucht is verschrikkelijk zuur vrucht. En dan met die brokjes erbij. Het is gewoon om te huilen. Het is gewoon om te huilen. Ik krijg gewoon een 3. De watermeloensmaak is net even beter. Dat is net even frisser. Het had lekker kunnen zijn. Het concept is verschrikkelijk. Ja, die krijgt gewoon een 4. En
De mango wil ik toch een 6 geven, omdat het is een heerlijke mango-smaak. Het is een heerlijke mango-sap. Ondanks dat het natte de coco is en maar een klein beetje mango erbij geflikkerd. Is een heerlijke mango-sap, but de but. Snap je? Zonder, als je dit door een vergietje heen gooit en je drinkt het koud met een ijsbol, je denkt dat het een dorstlesser is. Maar nu, je zit er ook, voeren in geflikkerd. Het is verschrikkelijk. Nou, 6 is trouwens misschien ook wel een beetje overdreven. Nou, een 5 dan, een 5. Ja. Nou, toch.